goedemiddag. Het is bijna precies 3 uur voor mij, maar voor jullie is het nu 3 uur. Super tof dat jij weer hebt geklikt op deze vlog. Ik wou eigenlijk direct meedelen. Wat een regen buiten. En dat horen jullie denk ik ook wel. Ik ga het ook wel laten zien ook. Fuck it. Zo. Wat een regen hier. Dan ben ik blij dat ik niet om 4 uur hoef te beginnen. Oh. Wee, yo. Lijkt wel hagel, als ik het zo zie. Ik wil het eigenlijk nog gaan voelen ook nog, hè. Wee, yo. Oeh, dat is nog wel wat. Nou, ik ga lekker verder naar binnen. Gaat toch wat. Nou, en ik heb ook de benodigde spullen aangeschaft voor het investeren in YouTube. Daar komen jullie de komende dagen wel een beetje achter. Eigenlijk komt het ook neer dat waarschijnlijk voor jullie of zaterdag of zondag de vlog ja, een beetje anders is voor jullie dan jullie gewend zijn. Er komt ook nog iemand op bezoek, maar daar komen jullie dan ook achter. Ik ga hier vanaf een beetje de vlog bewerken, want ik heb de vlog van die, dat jullie gisteren online zagen nog niet helemaal bewerkt. Dus dat ga ik even nu snel doen en dan check ik jullie zo weer. Dus ik ben nu weer beste mens en ik doe dit clipje eventjes zonder ja, het schermpje. Want ik kijk, ja zo, ja, ik heb zeg maar, zoals jullie zien, het schermpje dus niet naar boven toe. Dus het is allemaal vanuit zo. Maar ik ben dus, ik heb dus ook een... overblijvers opgehaald in je kampje. Ik doe een schermpje weer naar boven, dat lijkt me makkelijker. En het is echt een vrij groot pakketje trouwens, echt waar. Ik heb meestal alvast wel even ingeruimd. Maar hier, dit. Gekruil aardappeltjes. Pompoen lasagne, nog een keer gekruil aardappeltjes. Gemengde sla, dat vind ik niet zo erg. Smoothie? Smoothie komkommer of niet? Smoothie mango, munt en kiwi. Nou, die neem ik lekker straks. Dan heb ik ook nog dit ontvangen. Trascitella vla. Oh. Heb ik ook nog boeren... Nee, yoghurt. Heel veel sla. Ik heb ook nog rosbief. 1 rosbief peper en nog meer rosbief peper. Allemachtig, wat is dat veel. En heb ik ook nog soepvlees en runder tartaar. Wat zijn ze allemaal tot en met vandaag nog maar? 23, nou ja, ik ga ze allemaal nog wel gewoon gebruiken hoor, daar niet van. Nou echt, wat een goed pakketje. Dan heb ik ook nog... Nou ja, hier past er helemaal niks meer bij. Dus ik moet eventjes gaan kijken hoe ik het allemaal ga indoen. Want, ja, dit wil ik nog wel invriezen. Dus ik ga denk ik de stamppot die ik gisteren had gegeven, of eergisteren, ga ik eruit halen, ga ik in de koeling neerleggen en dan doe ik de 2 aardappelkrieltjes erbij. Ik zit een beetje te twijfelen. Want, deze krieltjes, die zijn 2 dagen goed, hè? Nou ja, tot en met vandaag, maar dan zijn ze nog 2 dagen houdbaar. Dus ik ga ze niet in de vriezer doen. Ik ga ze voor dit weekend. Want een goede beste vriend komt langs. En dat weten jullie eigenlijk al, maar ik ga het gewoon niet zeggen. Die komt langs en dan kan ik dit in ieder geval heel goed gebruiken. Voor het avondeten. Dus ja, diegene die gaat avondeten hier zaterdagavond. Ja, jij. Ga ik keeltjes eten. Ik heb een heleboel. Dus 2 pakjes voor ieder. Dus we komen niet om van honger. Nee, maar ik ga in ieder geval dit gewoon verder doen. En dan ga ik hem dus ook gewoon lekker leuk tv kijken. En ja, ik heb ook de alledaagse boodschappen nog even gehaald. Nog een bakje druifjes. Maar wel 2 zakken snoep. Ik koop dat niet zo heel erg vaak meer de laatste tijd. Dus ik doe het voor mij niet goed. Schoonmaakdoekjes. Ik heb 4 pakken taxi gehaald.
twee pakken chocolademelk. Alle maal 1% gratis. Dus dat doe ik in de voorraadkast. En heb ik expres gehaald. Want ja, de massa is echt inderdaad 1,70 per stuk. Nu 2 stuks voor 1,70. En dan leg ik ze gewoon in de voorraadkast neer. En als ik er dan weer zin in heb, pak ik ze, stop ik het in de koelkast. En dan kan ik er weer lekker van genieten. Dus dat. Ik ga in ieder geval de camera nu uitdoen. Joe! Beste mensen, ik heb voor vanavond en vannacht nog eventjes Gio gekeken, zoals jullie kunnen zien. Ja, qua energie zit het ook niet heel erg mee nu, maar ja, het is ook logisch als het nu 1:15 is. Maar dat komt omdat ik dus ook net op Zalando heb gekeken voor eventueel nieuwe schoenen. Maar dat laat ik in de aankomende vlog zien. Die heb ik besteld, maar die komt dus zaterdag binnen. En morgen komt ook mijn nieuwe vlogcamera binnen. Eigenlijk vandaag gewoon voor mij. En voor jullie, als jullie deze vlog nu zien, is hij al gekomen. Nou, dan krijg ik net een mailtje binnen van Zalando. Bedankt voor je bestelling. Maar ik denk dat ik hier wel de vlog afsluit. Ik heb ondanks dat... ik zeg elke keer zo van, nou ja, dat de vlog niet lang is, maar toch, als ik zo door blijf praten, blijft het nog wel lang. Maar ja, ik heb alsnog een hele leuke dag gehad. Ik hoop dat jullie ook deze vlog hebben genoten. Zou jij misschien niet een dikke duim omhoog zetten, vrienden, maar kun je dat abonneren hier beneden. En dan hopelijk zie ik jou vanmiddag om 3 uur gewoon terug bij een nieuwe vlog. En, dan zeggen we zoals altijd, later.